Johan, je bent tientallen jaren straatevangelist. Je hebt in verschillende landen gewerkt. Hoe communiceer je het beste, op de beste manier het evangelie? Allereerst jezelf zijn. Een vuurtoren brult niet, maar schijnt wel. En wij zijn dus het licht van de wereld. Ik weet nog goed, als heel jong gelovige, ik kende heel de Bijbel niet. Maar ik wist dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. En dat er een vernieuwing, een wonder met mij gebeurd is. En dan vertel ik gewoon aan de jongens op het strand, want ik weet, als ik dit weet, weet ik 99% meer dan alles die ik tegenkom. Eens was ik blind, maar nu kan ik zien. En natuurlijk de gelijkenis van de verloren zoon. Dat ik ook zelf tot mezelf was gekomen en in ging zien. Wat is het doel van het leven? Waar ga ik naartoe als ik sterf? Waarom ben ik hier? En hen dan recht in de ogen kijken en zeggen, ik heb hem gevonden. Hij heeft mij rust gegeven. Hij heeft me vergeving gegeven. Hij heeft me een nieuw perspectief in het leven gegeven. En alleen maar datgene doorgeven wat voor jou belangrijk is. Waar je helemaal achter kan staan. Wat je zelf ook begrijpt. Je moet bijvoorbeeld niet anderen gaan kopiëren. Dat leer je zo gauw af, want je valt door de mand. De mensen die door mij tot geloof gekomen zijn, zijn bovenal tot geloof gekomen door een of andere daad die ik deed. Of een reactie die ik niet deed. Ik weet nog goed, er kwam een Joodse jongen bij mij in mijn tent in de woestijn. En ik sprak toen nog helemaal geen Hebreeuws. En die Joodse jongen die wilde niet in het Nieuwe Testament lezen. En toen kwamen er twee soldaten en ik gaf ze een kopje thee. En in het Hebreeuws scholden ze mij uit. Maar ja, ik verstond het niet. Maar hij wel. En toen ze wegliepen, zei ik helemaal niets negatiefs over die twee soldaten. Want ik had het niet verstaan. En dat maakte zo'n indruk bij hem. Dat hij zei, als je zo reageert, dan wil ik lezen wat er staat in het Nieuwe Testament. En hij is nu de voorganger in Tel Aviv van Israël. Een ander, een kolonel uit het Israëlische leger. Hij gaf mij een lift. Ik zeg tegen hem, kom een kopje thee drinken. Hij zegt, ik kom voor 5 minuten. Hij bleef 3 weken. En later getuigde hij hoe hij tot Jezus gekomen was. Omdat ik mijn water uitdeelde. Het was mijn leven. En het was natuurlijk ook het woord van God. Want het woord van God spreekt over de Zoon van God. En ik ben zelf ook tot geloof gekomen door het woord van God. Dus je leeft met het woord geschreven, maar je leeft ook met het woord in je hart, de Heer Jezus. En ik zal zeggen, leef, wees jezelf en wijs mensen op de Heer Jezus. Een van mijn favoriete mensen in de Bijbel is Andreas. Hij brengt altijd mensen bij de Heer Jezus. De eerste keer is het zijn broer. De tweede keer is het een jongetje van 12 jaar. De derde keer zijn het een stel buitenlanders. En zo wil ik ook herinnerd worden. En zo wil ik ook dat jullie herinnerd worden. Vertel ze maar van de Heer Jezus. Vertel maar hoe geweldig Hij is. En op een gegeven moment dan springt dat over bij hen. De Heer Jezus had zo liefdevol gesproken tegen de Samaritaanse vrouw. Dat ze ging vertellen, ik heb iemand ontmoet die alles van me weet. En uiteindelijk zeiden de mensen van dat dorp, hij is de heiland van de wereld. Dat was een titel die de discipelen hem nooit gegeven hebben. Maak hem maar groot, spreek maar goed van hem. En dan zal je ook harten aanraken.